Instagram. Super leuk kijken deze nieuwe video, ik ben Floris en vandaag zitten wij op Fortnite Battle Royale, jongens. Vandaag zijn we eindelijk gewoon weer een keer in een video in plaats van dat ik dit livestream. En ja, ik ga dit vandaag gewoon eens eventjes leuk doen en zo. En ik speel de PlayStation 4, maar ik doe dit wel met keyboard, want deze vind ik namelijk iets fijner spelen met keyboard. Maar als jullie controller fijn vinden, jongen, smash dan zo even een like als jullie met controller spelen. Maar ik jump hier er even lekker uit. Zometeen zullen jullie vast wel zien dat ik met toetsenbord speel, want die zien jullie met E staan en zo. Van, met oprapen. Maar jongens, vandaag gaan wij proberen om een lekker potje, of dat ik de, voor jullie even een lekker potje neer ga zetten. En ik span niet echt op een hele gunstige plek, want dat je uit naar de sponden, I don't know. Maar we kunnen daar naartoe. Gaan, maar dat span al wat mensen. Ik denk dat ik eventjes gewoon dit huisje ga pakken. En dan zo door of zo. Want kijk, hier staan wel huisjes bij elkaar. Het is eigenlijk gewoon een dikke kakspan. Maar op het dak, dankjewel. En er is een kist, let's go. Beter krijgen we iets leuks uit deze kist. Ja. We hebben iets leuks uit deze kist, jongens. Let's go. En jongens, allemaal thanks nog voor het subscriben. 174 subscribers al, jongens. Het gaat hard. Dus in ieder geval, dank jullie wel voor het subscriben. En als je nog niet, of als je nieuw bent op dit kanaal, in ieder geval tot dat je bij deze nieuwe video bent. En ja, abonneer als je dat niet hebt gedaan. En als je een leuk kanaal like. Wij gaan vandaag gewoon even een lekker potje, of ik, ja, voelen neerzetten. Nou, let's go. En ik speel trouwens wel in mijn eentje, want ja, niemand kon opnemen, dus jammer. Maar vandaag gaan we, ja, dus ik dacht, nou, laat me niet weerhouden om geen video te maken of zo. Ik weet niet hoe het dan. Maar ja, dus ik dacht, nou, let's go. We gaan gewoon een videootje alleen maken. Dat kan ook wel een keer. Gewoon alleen eventjes met jullie, in plaats van met vrienden. Dus, let's go. We gaan gewoon eens eventjes lekker een mooi potje voor jullie neerzetten. Dat ga ik hopen dan. En dan hopen dat ik daar zo meteen gewoon wat gekke loot in vind. Nou, meestal in deze huizen zitten niet echt wel dikke loot, maar ja, we gaan het zien, zal ik zeggen. En hopen dat we ook nog enemies kunnen killen. Ja, en hier zit er dus gewoon tamelijk gewoon helemaal niks in. Nou, dan ga ik even dit huisje even lekker slopen. Dan we hebben in ieder geval wat hout, weet je wel. We kunnen onszelf een beetje beschermen en een beetje fortje bouwen en zo. En dat is wel leuk van dit spel, want dan kan je ook nog een beetje winnen. In plaats van dat je niet kan winnen, dus dat is goed. Oh, goed. Dit moet ook nog weg. Kerel. Zo. Let's go. Hoppatee, let's go. Zo net, hier stond zo net een huisje. En nu niet meer. En toen had ik 124 hout. Let's go. Maar ik heb wel 7 sniperkogeltjes. En deze sniper schiet namelijk al niet zo fijn. Deze sniper die schiet 1 kogeltje. Moet je gelijk weer reloaden en weer een kogeltje erin douwen. En dat is zwaar irritant. En dit is een zwaar lekker wapentje wat er op de grond ligt. Let's go! Oké. Okay. Dit kan nog wel eens wat leuk worden als wij een enemy kan tegenkomen. Dan kunnen we nog eens even flink erop op los sprayen. Frick, wat doet die auto daar? Hè? Oké, het zal ook allemaal wel. Het zal ook maar weer het zal ook wel weer wat zien. Oh, let's go. Yes. Huh. Ik neem het. Nee. Nee, hey, zo. Goed zo. Ik hoor een kist. En let's go. Als hier bannetjes in zitten. Oh, hier zit ding in. Dan rijd ik even voor deze om. Sniperkogeltjes. En dan pak ik deze er ook even bij. En ja, die shotgun hou ik hier wel lekker bij. Nou, deze pak ik ook even op. Zo, hartstikke mooi. Oh, hier ligt nog wel iets geks. Zo. Wacht, wat heb ik nou opgepakt? Oh, nee. Zo. Deze gaan we voor deze inruilen. Zo, hartstikke mooi. Kijk eens aan. We hebben het ding toch wel eens eventjes mooi ingericht. Snipertje hier, nou, met boxjes daar. Ik heb een minuut de indeling eigenlijk, want je scrollt hem toch. Ja, ik scroll dan. Mensen op de PS4 moeten dan op het driehoekvakje klikken. Maar dat maakt niet helemaal nieuw, dat maakt helemaal nieuw. Dus wij gaan gewoon eens even lekker. Nee! Nee, don't do it. Thank you. Zo.
Zo, ik schrik me even half de lablazers. Heb ik hier nog wat leuks? Ja, bandage. Maar die band... Ja, nou, laat me zitten. Pak deze even kogel op. En ja. Oh, kerel. Ik schrok me even helemaal dood. Oh, maar let's go. Oh, let's go. Maar misschien heb ik wel een voordeel vanwege dat ik heel snel kan draaien. En dat kan op de PlayStation controller niet echt zo snel. Dus misschien heb ik daar een voordeel mee. Misschien ook niet. Misschien ook wel. En daarboven is er gebouwd. Maar nu moet ik wel heel goed opletten op het geluid dat ik mensen kan horen lopen. Want in één keer zag ik die kerel voor me. Dus ik denk van, oh nee. Hey, dit is sniperkogeltjes. Kijk, let's go. Denk 13 sniperkogeltjes. Het is voor mij altijd verstandig dat ik met een freaking shotgun ga rennen. Want voor je het weet loop ik weer iemand tegen het lijf aan. En dat zag je alweer. Wacht, kan ik reloaden? Ja, ik kan reloaden. Let's go. Kijk, dat is altijd handig, jongens. Reload je freaking wapen. Nee. Woo! Let's go, zo doen we dat. Zo ratsen wij gewoon iedereen in elkaar gewoon. Hatsé, 2 kills. Een mooie potje. Let's go, het kan niet beter. Laten wij eens even hier naar boven gaan. Als hier nog niks is geloot. Dit is nog een gekke ding. Maar ja. Daar hebben we nou even niet zoveel aan. Nee. Nou, hier heb ik niet zoveel aan. Nou, gaan we eens even reloaden. Kijk, dat zag je alweer. Voor deze strijd is dat super duper handig. En hier kunnen nog best wel veel mensjes in zitten eigenlijk. Moet ik eerlijk zeggen. Dus ik ren hier wel met een domme kopje zonder. Het lijkt net of dat ik Call of Duty speel. Zo snel ren ik hierop af. Maar het kan heel goed zijn dat hier mensen zitten. Weet je nou dat ik hier zit? Want dan ben ik hem nu. Dan ga ik hem nu peren namelijk. Ik denk dat ik hem even ga peren hoor, want ik ben namelijk niet waar ze zitten. Oeh nee. Jongens, waar zitten ze? Ik ga maar snel wegrennen. We zitten in een cirkel, dus dat is een voordeel. Dat we hier in een cirkel, cirkel zitten. Ik denk dat ik zo meteen echt keihard van achter misschien word beschoten, want ik had eigenlijk in dat huis misschien moeten blijven zitten. God, ik schrik me helemaal perspleurig. En ik zag er iemand zitten. Als je nog één keer freaking hoofd naar buiten haalt, je bent done. Kijk, daar zit hij. Moeten jullie zien hem zitten? Ah, kom op, kom op. Doe je hoofd naar boven, doe je hoofd naar boven. Kom op, iets verder, kom iets verder. Wacht, moet ik wel even om me heen kijken dat er niemand aankomt. Kom op, ietsje hoofd verder jongen, dan kan ik jou hebben. Als ik nu een kogel erin rats gewoon, dan schiet ik tegen de muur aan en dat wil je niet hebben. Ja, nog iets verder jongen. Blijf. Kak! Kom iets naar boven met je kakhoofd. Alsjeblieft. Wacht, ik vertrouw het niet helemaal. Zometeen zit een dikke Pinocchio hier bij mij. Die ziet mij dan weer campen, weet je wel. Dus don't freaking do it. Oké, maar deze kerel. Wat is hij nou aan het maken? Yes! Lekker voor je dikke banaan. Oh, let's go. Yes, yes, yes. Oké, we hebben een sniper. Kill. Let's go, dit wil jij. We hebben 3 kills in dat potje. Is al best veel. Oh, dit is de tentverkoper. Oh, let's go. Nou, wij gaan eens even hier in deze badkuip zetten hier. Nou, niet in de badkuip, maar wel voor de badkuip. Oh, let's go. We hebben 3 kills. Let's go. Dat wil je hebben. Een sniper kill ook nog wel. Dus dat gaat sowieso helemaal perfect. En ja. Let's go, jongen. Ik heb... Oh, dit is een lekker potje. Ik zweer het je. Dit is wel een potje om te zeggen van... Nou, dit potje... dat was een lekker potje. Daar kan je ervan van zeggen. Zo. Nou, als wij... goed gaan, in ieder geval. Maar mijn doel is gewoon om in de top 10 te komen. En we zitten al van de 30, hè. Dus het gaat aardig. Goed. Al. Maar we zitten... Oh, let's go. We zitten aan de rand. En... Hu. Zo, bouwen we dit hier even. Hu. Nee, dit is die badkuub. Wacht, ik bouw hier gewoon random een...
Wacht, kan ik hier niet bouwen? Ben je heel serieus? Kan ik hier... Oh, Tony. Wacht. Als ik iemand hoor, hè? Nee, kon je maar. Oké, let's go. Kijk eens aan. Dat was een beetje ingebouwd. Zo dom als een banaan. Maar ja. Wacht, ik ga hier het dak op bouwen. Dan hebben we misschien nog even iets... Oh, let's go. We kunnen het dak op. Kom van dat dak af. Oké, we kunnen hier naar boven. What the fuck? Oké. Ik hoop niet dat hier namelijk nou iemand boven mij... Oh nee, er zit helemaal niemand boven mij. Oké. Wacht. Dan ratsen we even dit ding hier zo er neer. Zo. Hoor ik nou iemand? Ik hoor freaking mensen. Ja, dat is gewoon kak. dat ik daar allemaal zoveel mensen hoor. Ah, jongen, waar zitten jullie? Kom op hier, kom hier. Wow, kak zo hoor, jongens. Hey, jullie gewoon een freaking M16. Waar de frick? Nou. Naar boven kunnen ze niet komen. Hoop ik. Wacht, ze kunnen niet naar boven komen. Als ik dit ding weghak. Zo, let's go. Ik moet even raak slaan, jongen. Dankjewel. Zo. En als ze dit nog hakken, dan... Ja, jongens. Kijk, we maken hier gewoon even een bunkertje van. Weet je? Heel handig voor later. Zometeen is dat helemaal niet nodig. Maar, ja. Zo, bouw het eventjes, zou ik zeggen. We hebben nog 249 hout, dus daar hebben we nog hout zat. Oh, ik zit even niet in beeld. Let's go. Ja. Ik maak hier gewoon even een kleine rugbunker, hoor. Ja, dan kunnen wij eens even in ieder geval overleven tot... Oh, dat is ook heel lekker. Dan we in één keer dat vooruitzicht zien dat daar een... Nee. Die kant moeten we ook... Oh. Nou, we wachten heel eventjes totdat mensen... Want het is niet heel lang rennen. Dus we wachten even totdat mensen gaan rennen. Dan kunnen ze besnijperen. Het moet als goed gaan. En ik moet plassen. Dit is kak. Oh. Ik moet dit ook serieus nog in de video doen ook, hè. Ik moet ook... Oh. Ik moet ook serieus nog... Ja, sorry man. Nee. Oké, die weet niet waar ik zit. Oké, ik dacht echt dat hij raak zou zijn, maar hij ging er serieus net naast. Oké, dit is kak. Oké, we zijn in de top 20. Let's go. Dat is in ieder geval. Hij heeft een scar. Hij heeft een freaking scar. Peter, loop jij zo? Dan kan ik je even kicken. Oh, als ik. Die kerel heeft sowieso een shield potion. Dat kan totaal niet anders. Maar Peter. Loopt hij zo en dan walalalala, we lopen even rustig die kant op, weet je wel. Dan kunnen we ze even keihard beknallen gewoon met de sniper. Dat is wel gunstig namelijk. Ik weet namelijk niet of dat hij nou doorgaat, schijnt, yes or no. Ja, want kijk, die kerel zit daar ook nog een beetje te zaken. Jongen, is het zo moeilijk? Ja, I don't know of dat hier mensen zitten. Ja, kaak. Ja, de border gaat lopen. Dan gaan we even de bord hakken dan. Nee, ik ga rennen hoor. Paakboom is niet zoet, ik ga gewoon keihard rennen en dan... Nou, ik ga gewoon rennen ook, want rennen voor je zak geld. Oké, daarbovenop kunnen mensen zitten en daar zie je iemand lopen, daar rechts. Ja, kijk, zie je hem lopen. Kak, oké, we zitten in ieder geval hierin. We zitten in ieder geval in een cirkel. Ik ga in het huis campen, sowieso. Ik ga in het huis campen, ik pak mijn shotgun erbij en ik ga campen. Keihard. Want ik wil dit nog niet verliezen.
Waar liet hij nou? Kerel, hé. We kunnen mensen keihard zien aankomen als ze hier gaan rennen. Dus beter gaan we even zo zitten en dan kunnen we ze even zien aankomen. Dan komt de border al aan, dus ik hoop dat wij ja, dit gewoon een beetje goed kunnen rekken gewoon. Let's go. Oh, let's go. Ik zweer, ik ben nog nooit zo ver bijna in mijn eentje geweest dan nu gewoon. Dat zeg ik je heel eerlijk. Dus dit is wel mijn eerste poortje die me lekker gaat. Maar natuurlijk kunnen deze mensen die nu over zijn gebleven ook heel erg lekker schieten. En laten we in de cirkel zitten. Nou, kak. Maar diegenen die daar waren, die komt. Nou, kut. Sorry, ik zeg kak, bedoel ik. Ja, maar kerel, hey, dit maakt het nu wel even tering spannend gewoon. Ja, oké, ik... Oké, ik laat mensen lekker schieten hier, want mensen schieten hier aardig op los. En mee te zien de mensen mij niet zitten. Dan loop ik echt een zeerste gewoon, dat mensen mij niet zien zitten. Oeh, kak. Oké, er zijn nog 12 over. Ik weet niet waar de frikking die... Waarom komen die kogels vandaan? I don't know waar die kogels vandaan komen. I don't know. Help me, waar komen ze vandaan? Jongens. Wat, waar? Mensen, ze hebben sowieso allemaal een sniper hier en dit is gewoon... Ja, dit is kak. Ja, kak. Waar vandaan? Nee, don't do it. Hij bleef gewoon doorschieten met zijn scar. We zijn 10e geworden. Oh mijn god, het is zo ruk om hier dood te gaan. Oh, het is zo kak om hier dood te gaan. Nee. Hij bleef gewoon doorschieten dat ik elke keer zijn kogels insprong. Oh, zo... Wat hem kunnen rekken. Kijk, want hij heeft best veel dingen eraf. Maar, nice potje. Ik vond het een leuk potje. Jongens, als je deze video leuk vond en dit potje, geef dus sowieso even een like. En als je vaker deze video's wil zien dat ik Fortnite speel of met een vriend, laat het even weten in de reacties. En ja, dan zal ik dat even doen. En ja, ik vind de spel natuurlijk echt super leuk om te spelen. En ja, gewoon, ja, het is gewoon echt wel lachen, dit spel om te spelen. Dus jongens, als je dit vaak wil zien, geef dan even een like. En dan zie ik jullie gewoon de volgende keer weer bij een nieuwe video. En zeg ik tot de volgende keer, jongens. Later.